Gemeente, wij openen vanmorgen Gods heilig onfeilbaar woord in het Johannes-evangelie. En wij lezen daar als de schriftlezing voor de prediking uit Johannes 19, de versen 1 tot en met 16. Johannes 19, vers 1 tot en met 16. En daar lezen wij als volgt, Johannes 19, te beginnen bij vers 1. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten een kroon van doornen gevlochten hebbende, zette die op zijn hoofd en wierp hem een purperen kleed om en zeide, wees gegroet, gij koning der Joden. En zij gaven hem kinderbakslagen. Pilatus kwam dan wederom uit en zei tot hen, ziet, ik breng hem tot uw lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zei tot hen, zie de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende, kruis hem, kruis hem. Pilatus zei tot hen, neemt gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem, wij hebben een wet. En naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd. En ging wederom in het rechthuis en zei tot Jezus, van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zei tot hem, spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven ware. Daarom die mij aan u heeft overgeleverd, heeft grote zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen, zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. En ieder die zichzelf koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neer op de rechterstoel in de plaats genaamd Lithostrotos en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha en omtrent de zesde uren. En hij zei tot de Joden, ziet uw koning. Maar ze riepen, neem weg, kruis hem. Pilatus zei tot hen, zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, we hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruist zou worden. Ze namen Jezus en leidden hem weg. Geliefde gemeente, de tekst voor de preek van vanmorgen vindt u in het gedeelte dat we hebben gelezen uit Johannes 19. Ik lees u als de tekst vers 4. Johannes 19 vers 4. Pilatus dan kwam wederom uit en zei tot hen, ziet, ik breng hem tot u lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. We schrijven als thema boven de preek, onschuldig veroordeeld. We hebben drie aandachtspunten. Ten eerste de beschuldigende Joden, ten tweede de rechter Pilatus, en ten derde de veroordeelde Jezus. Onschuldig veroordeeld, de beschuldigde Joden, de beschuldigende Joden, de rechter Pilatus en de veroordeelde Jezus. Geliefde gemeente, het gebeurde in de tijd dat men nog als vervoer paarden gebruikte met daarachter een koets. En er was een man die had zijn koets stilgezet en was net op de grond gestapt. Toen de paarden schrokken van een geluid en op hol sloegen. En hij kon nog net de teugels van de paarden grijpen in een poging om hen tot stilstaan te brengen. Maar dat lukte aanvankelijk niet. Zij dus werd meegesleurd en hij hield vast aan die teugels. Hij werd verwond door de hoeven, de poten van de paarden. En toch hield hij vast, totdat uiteindelijk het voertuig en de paarden tot stilstand kwamen. En toen was die man zo verwond,
dat hij levensgevaarlijk verwond was en eigenlijk stervende was. Men nam hem op en droeg hem naar binnen in een huis. Toen zei een van de mensen die daarbij waren, die zei, man, waarom heb je je leven gewaagd voor paarden en een koets? En toen zei de stervende man, kijk in de koets. En toen keken ze in de koets en toen vonden ze daar zijn jonge kind, ongedeerd. En toen zei niemand meer, toen had niemand meer de vraag waarom hij zijn leven had gewaagd. Dat deed hij natuurlijk, waarom hij zijn leven eigenlijk had opgeofferd. Hij deed het om zijn kind te redden. De Heere Jezus heeft zijn leven opgeofferd voor vijandige mensen. Hij heeft zijn leven opgeofferd voor mensen die tegen hem in opstand zijn gekomen. Voor zondige mensen. Kun jij dat begrijpen? Dat is toch eigenlijk niet uit te leggen. Dat hij dat heeft gedaan. Voor mensen die hem aan de dood hebben overgeleverd, zodat hij aan het kruis zou sterven. Wij lezen in vers 6, Johannes schrijft dat, als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij zeggende, kruis hem, kruis hem. De overpriesters en de dienaars, zij zijn degene die dit teweeg brengen. Zij hebben het volk hiertoe aangespoord. Zij vormen de kern van degenen die zich keren tegen de Heere Jezus Christus. Zij beschuldigen hem. Zij willen dat hij gedood zal worden. Maar waarom dan? Wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? Zij noemen hem tegenover Pilatus. In het vorige hoofdstuk, vers 30, zij antwoordde en zei tot hem, indien deze geen kwaaddoener waren, zo zouden wij hem u niet overgeleverd hebben. Met andere woorden, aanvaard nu maar wat wij zeggen, hij is een slecht mens en hij heeft de dood verdiend. Als Pilatus met hem spreekt, dan vraagt Pilatus, bent u een koning? Blijkbaar hebben zij tegen Pilatus gezegd dat hij zichzelf koning maakt. Dat is ook hun beschuldiging. De Heer Jezus, die legt het aan Pilatus uit. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Anders zouden zij voor mij gestreden hebben. Nee, niemand kon hem van enig onrecht en van enige zonde beschuldigen. Hij heeft het ook gezegd. Wie overtuigt mij van zonde? En er is niemand geweest die de Heer Jezus van zonde heeft kunnen overtuigen. En nochtans, hoewel Pilatus het ook nadrukkelijk weet en zegt dat hij onschuldig is, nochtans laat hij hem geeselen. Geeselen is iets afschuwelijks. Dat is dat iemand gekastijd wordt, geslagen met een stok met leren riempjes eraan en aan het einde in die riempjes worden stukjes metaal of stukjes scherp bot vastgeknoopt, zodat het de armen en de rug zal opentrekken, dat het bloed eruit komt. Dat laat Pilatus doen bij Jezus die onschuldig is. En de soldaten die zetten hem een doornenkroon op. Hij is toch immers een koning? Ja, doornen waren er en zijn er genoeg te vinden in Israël. En ze vlechten een kroon en ze zetten die op zijn hoofd en drukken die vast op zijn hoofd, zodat het bloed over zijn gezicht stroomt. En ze bespotten hem en ze slaan hem. Ze geven hem kinnebakslagen. En ze schreeuwen kruis hem. Dat is wat de Joden schreeuwen over de Heer Jezus Christus. De Joden, de godsdienstige mensen. Is dat niet schokkend? De Heer Jezus is gekomen tot zijn volk. En de leiders van zijn volk,
Zij zijn godsdienstig, ze zijn vroom. Ze kennen het woord van God. En ze hebben de geboden van de Heere. En ze zijn daarin zeer zorgvuldig. Zij zeggen ook tegen Pilatus, wij hebben een wet. Zij leven bij de wet. Zij leven bij datgene wat God heeft voorgeschreven en wat zij er zelf bij hebben verzonnen. En daar houden zij zich uiterst plichtgetrouw aan. Ze gaan ook niet het huis van Pilatus in, want dan zouden zij onrein worden. En zij willen het Pascha eten. Het paasfeest kunnen vieren. Hun godsdienstige leven moet doorgaan. En toch leveren zij hier de onschuldige over. En zij willen dat hij gedood zal worden. Dus de godsdienst heeft hun hart en leven niet veranderd. Godsdienst die aan de buitenkant blijft zitten, maakt ons niet beter. Maar maakt ons slechter en harder. Het is nodig dat Christus door zijn genade ons hart raakt. Dat het ons raakt dat hij gestorven is. Dat hij gestorven is voor mijn zonde. En dat is het geheim van een nieuw leven. En anders dan blijven wij wie we zijn. We worden alleen maar harder. Hoogmoedig vanwege ons keurige godsdienstige leven. Geen echt buigen onder God. Geen hartelijke bewogenheid met de medemens. Ten diepste is hier bij deze beschuldigende Joden een gevecht voor hun positie en voor hun plaats. En dat tekent ons mens zijn. Als wij hem laten begaan, Johannes 11, dan komen de Romeinen en nemen onze plaats en ons volk weg. Die gedachte kunnen zij niet verdragen. En daarom moeten zij van de Heere Jezus af. Het ging allemaal zo mooi. Zij waren belangrijk, zij hadden een hoge positie. Het volk keek tegen hen op. En nu is Jezus van Nazareth gekomen en nu volgen de mensen hem na. En deze Jezus durft hen ter verantwoording te roepen voor wat ze doen. En dat is niet te verdragen en daarom moet hij uit de weg geruimd worden. Hier zien wij de mens getekend in zijn gruwelijke zonde, hoewel hij tegelijkertijd godsdienstig is. Zelfhandhaving tegen God en de naaste ten koste van de naaste. Wij hebben een wet en hij moet sterven. Hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. En daarin tekenen zij hun eigen situatie. Dat is een situatie van het ongeloof. Niet te geloven wat Christus over zichzelf getuigt. En daarmee is er geen verandering, geen vernieuwing van hun leven. Blijven zij wie ze zijn en worden zij harder. Ze vechten voor hun positie. En straks zullen wij zien dat Pilatus dat ook doet. Op een hele andere manier. Er is er één die het niet heeft gedaan. En dat is de Heere Jezus Christus. Gemeente, zijn wij beter dan deze beschuldigende Joden. Van nature niet. En na ontvangen genade in onszelf ook niet. En toch is de Heere Jezus gekomen voor zulke mensen. Want wij lezen in Handelingen 6 vers 7 dat een grote schare van de priesters het geloof gehoorzaam werd. Nou, daar kun je wel een paar uur over nadenken. Over dat wonder dat God door zijn geest zulke mensen weet te bereiken en wil zalig maken. Daarvoor zijn zoon gegeven. De beschuldigende Joden, dat is de eerste gedachte. De tweede gedachte is de rechter Pilatus. Ja, hoe gaat Pilatus met deze situatie om? Hij weet er eigenlijk geen raad mee. Pilatus is de vertegenwoordiger van het hoogstaande Romeinse rechtssysteem. En vroeg in de morgen wordt hij voor deze zaak geroepen.
En Pilatus moet naar buiten komen, zoals ik zei, de Joden willen niet naar binnen. Daar zijn ze veel te vroom voor. Vrome huichelaars, mooie godsdienstige praatjes. Maar Christus verwerpen, in ongeloof doorleven. Daar komt hij, vroeg in de morgen. Hij is de rechter. En hij doet zijn werk. Want hij getuigt dat hij geen schuld vindt in deze aangeklaagde. Jezus van Nazareth, hij is onschuldig. Pilatus, voor hem is het duidelijk. En hij zegt het ook. En dat is belangrijk, gemeente, dat de officiële rechter... Want ten diepste moeten wij zeggen, heeft Pilatus die positie toch van de Here gekregen. Hij is geroepen om hier recht te spreken. En dan klinkt uit zijn mond het getuigenis. Ik vind in hem geen schuld. Zo moest het ook zijn. Dit is Gods weg om schuldige mensen zalig te maken. Er moest een plaatsvervanger zijn. Iemand die de schuld overneemt. En om de schuld te kunnen dragen van zondaren moest hij onschuldig zijn. Dat begrijpen we wel. Niemand die zelf een schuld heeft, kan een ander helpen om zijn schuld af te lossen, toch? Nee, de Heer Jezus is onschuldig. Hij gaat niet lijden en sterven voor zijn eigen schuld. Maar hij doet dat plaatsvervangend. Opdat zondaren zoals u en jij en ik verlost zouden kunnen worden. Vergeving kunnen krijgen. Schoongewassen worden door zijn bloed. Aangenomen door Gods kinderen. Of ziet u dat niet, dat u zondaar bent voor God? Nou zegt iemand, ja, ik hoor het wel, maar ik voel er niets bij. En ja, dat is toch nodig, dominee? Nou, van de week liet mij iemand iets lezen over Luther. En Luther zegt, zonder kennis, dat heeft te maken, dat is een gevolg van geloof. God zegt het in zijn woord. Gelooft u dan dat woord van God niet? Geloof dan zijn woord, dat ons tekent als schuldige zondaren. En dan, ja, ook al voel je het dan niet, kom dan toch aan de voeten van de Heere Jezus en vertel hem dat dan maar. Maar de Heere zegt het. En daarom wil hij dat u in uw hart ervan overtuigd zult zijn dat dat waar is. Dat wij tegen de hoge en heilige God gezondigd hebben. En hoe meer dat doordringt in je hart, hoe meer je het gelooft, hoe meer je er ook van zult voelen. En de heerlijkheid van Christus zult zien dat hij voor zondaren is gekomen. Pilatus weet geen raad met deze situatie. Hij wil de Heer Jezus loslaten, maar hij is bevreesd. Hij is bang voor de leiders van het volk. Want die beschuldigen de Heer Jezus fel. En hij ziet wel, ze zijn niet van plan om toe te geven. Hij doet alles wat hij kan. Hij probeert het te doen door Barabbas naast de Heer Jezus te zetten. Een oproermaker. Een moordenaar. Maar ze kiezen Barabbas. En Jezus moet sterven. Hij probeert het hier mogelijk door hun medelijden te wekken. Hem als gegezelde en lijdende mens voor hem te stellen. Zie de mens. Maar het hart van de Joodse leiders is niet vatbaar voor medelijden. Hij moet gedood worden. En Pilatus die zegt, maar ik zal hem toch loslaten. Als u dat doet, zeggen de Joden, dan bent u niet meer de vriend van de keizer. Dan gaat je positie eraan, Pilatus. En ze weten maar al te goed hoe gevoelig dat ligt. En ja, dan durft Pilatus niet. Deze machtige Romeinse heerser is een zwakkeling. Hij heeft geen ruggengraat. Hij heeft geen principe. Hij vertrouwt niet op God. En daardoor kan hij niet staande blijven. Hij vecht voor zijn eigen eer en macht en positie.
En daarom geeft hij toe. Luister toch naar wat de Joden zeggen. Ze zeggen, wij hebben geen koning dan de keizer. Terwijl ze de Romeinen haten. En het een gruwel is dat de voet van de Romein op hun nek staat. Zo diep zit de haat bij de Joden tegen de Heere Jezus. En herhaaldelijk heeft Pilatus het getuigd. Ik vind geen schuld in hem. Maar hij kan er niet tegenop. Hij is bevreesd en hij wordt nog meer bevreesd. Hij is bang en hij geeft toe. Hij probeert zichzelf nog schoon te pleiten door zijn handen in onschuld te wassen. Maar Pilatus is hierin ook volledig verantwoordelijk. Hij heeft geweten dat de Heere Jezus onschuldig was. En toch heeft hij hem overgeleverd. Het moest zo gebeuren. Dit is Gods weg om zondaren zalig te maken. Maar Pilatus zal rekenschap moeten geven voor... en heeft rekenschap moeten geven voor Gods rechterstoel. Van dit grote onrecht dat hij heeft gedaan. Van deze daad. En zijn naam is opgetekend in onze apostolische geloofsbelijdenis. Als een eeuwige schandvlek. Als een getuigenis van een man die geen principe had. En de Heere Jezus onschuldig ter dood veroordeeld heeft. De Heere Jezus, hij doet geen moeite om zichzelf te verdedigen. Onze derde gedachte, de veroordeelde Jezus. Hoe gaat de Heere Jezus hiermee om? Hij heeft geweten dat hij deze weg moest gaan. Hij heeft het zelfs voorzegd. In Johannes 12, vers 32, daar spreekt hij erover dat hij aan het kruis zal moeten sterven. Daar getuigt hij ervan. En ik... zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En dit zei hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. De Heer Jezus heeft dit geweten. En hij heeft dit gewild. Hij wil deze weg gaan, om aan het kruis geslagen te worden. En hij zegt, zo zal ik hen allen tot mij trekken. Dat is de kracht van zijn liefde. Dat hij zichzelf wilde opofferen om vijandige en zondige mensen zalig te maken. Daarvoor wilde hij beschuldigd worden, veroordeeld en aan het hout genageld. Zijn leven geven, zijn bloed storten en sterven. De vloek van God dragen, zodat jij en u verlost zouden kunnen worden. Gelooft u dat? Gelooft u dat het werk van de Heere Jezus Christus voldoende is om jouw schuld en zonde weg te wassen? Hij is het grote lam van God. Hij zwijgt terwijl hij zich kon verdedigen. Hij kon legers van engelen roepen om hem te bevrijden. Maar hij doet het niet. Ja, maar, zegt Pilatus, weet je dan niet dat ik macht heb om je te laten kruisigen of vrij te laten? U zou geen macht hebben als het u van boven niet gegeven was. Nee, Pilatus heeft uiteindelijk niet de touwtjes hier in handen. Pilatus is niet de sterke leider hier, maar de Heere Jezus Christus. Hij staat hier in de kracht van zijn liefde. Pilatus staat daar in de zwakheid van zijn eigen liefde, bevreesd voor de Joden. Maar de Heere Jezus Christus staat hier in de kracht van zijn liefde, om zichzelf als een lam ter slachting te laten leiden. Wat geweldig dat er in deze weg zoveel kracht gezien wordt bij de Heere Jezus. Dat hij staande blijft. Dat hij dit doet. Hij veroordeelt opdat u zou kunnen worden vrijgesproken.
Geloof je dat? Dat wat de Heere Jezus hier doet, zichzelf laten beschuldigen als de onschuldige, zichzelf laten veroordelen om de straf te dragen. Gelooft u het woord van God dat dit lijden en sterven, dat deze betaling voldoende is om uw zonde weg te wassen? Geeft u eens antwoord. Geeft u eens antwoord in uw hart. Gelooft u dat? En als u zegt, ik weet dat niet, dominee, dan zeg ik maar, waarom weet u dat dan niet? Waarom is dat dan niet duidelijk geworden voor u? Heeft de Heer het niet duidelijk op laten schrijven in zijn woord? Waar zit het dan op vast? U zegt, ik voel mijn zonde niet genoeg. Nou, daar heb ik toen net iets over gezegd. Als u uw zonde niet genoeg voelt, dan is dat ook ongeloof. Toch? Dat je niet gelooft wat de Heer zegt in zijn woord over u. Maar het gaat niet om het gevoel. Het gaat om het woord wat God zegt. En het gaat om de overtuiging in je hart dat dat de waarheid is. Ja, zegt iemand, maar dominee, mag je dan zomaar komen? Is dat zomaar? Als je met de erkentenis van Heere, ik ben een zondaar die straf verdiend heeft, maar ik hoor dat Christus gewillig is geweest om die straf op zich te nemen. Als je met die erkentenis in je hart tot de Heere komt, dat is toch niet zomaar? Dat is toch niet niets? Dat is het toch, wat de Heere van u vraagt? Ja, zegt u, maar ik kan dat nooit volhouden, dominee. Want ik zal weer in zonde vallen. Dat klopt. Dat weet de Heere ook. En daarover schrijft Paulus ook in de Romeinenbrief. Je zult het niet volhouden. Je hebt daarvoor de kracht niet. Het is goed om dat te erkennen. Maar daarvoor is Christus ook gekomen. Om door zijn geest in je te wonen. Dat belooft hij. Dat zal hij doen. En hij zal bij je blijven om je te troosten, om je te leiden, om je te onderwijzen, om je te heiligen. Om je meer en meer aan Christus gelijkvormig te maken. Hij veroordeelt. Zie hem daar staan. Gegezeld. De doornenkroon. Het bloed. Het lijden is op zijn gezicht te lezen. Wie zou geen diep berouw hebben over zijn of haar zonde bij het zien van de kracht van zijn liefde, dat hij staande blijft? U kunt toch niet om hem heen? Als u dat doet, dan is er geen andere weg meer om zalig te worden. Dit is de enige weg om behouden te worden, die door God gegeven is. En als u het bloed van de Zoon van God onrein acht, dan blijft er geen ander middel over om behouden te worden. Dan zult u zelf de straf moeten dragen en die kunt u niet dragen. Want die duurt eeuwig en die is ondraaglijk. En God heeft een weg geopend in zijn Zoon. Heeft het uw hart niet gebroken? Slaat het berouw niet van binnen om je hart als je nadenkt over wat de Heere Jezus heeft willen lijden? En wie van ons zou hier durven zeggen dat hij of zij niet vaak en zwaar tegen God gezondigd heeft? Door hem niet lief te hebben, door hem niet te belijden, door niet te luisteren naar zijn wil, maar je eigen weg te gaan. Hier op de preekstoel staat zo iemand. En de kerk zit vol met zulke mensen. En als u thuis meeluistert, dan gaat het ook over u. Maar voor zulke mensen is Christus gekomen. Iedereen begrijpt de man die de paarden greep om zijn kind te redden. Maar wie begrijpt dit wonder?
Hiervoor is het geloof nodig. En dit kan alleen maar aanbeden worden. Het is niet te begrijpen. Maar geef God er dan de eer voor. Amen.